Wij lezen met elkaar opnieuw uit Matteüs 5, de zaligsprekingen. We hebben dat de afgelopen twee keer ook gedaan. En dat doen we vanochtend ook. En vanochtend dan sluit ik het ook af. Maar ik lees eerst een paar woorden uit een psalm. Psalm 24. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Tot zover. We lezen nu uit Matteüs 5. En dan vanaf vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen worden genoemd. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u zijn geweest. Tot zover. We zingen nu met elkaar de 89ste psalm. En daarvan het 7e en het 20ste couplet. En het 7e gaat over het blijvend horen naar het woord en gaan in de weg. En vanuit de belofte dat zijn onbezweken trouw ons vergezelt. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee alle strijd gestreden is. Er wordt geleden op allerlei manieren. En daarbij denken we natuurlijk ook aan onze broeders en zusters elders in de wereld. En met hen en misschien ook wel voor onszelf, want het lijden kan allerlei vormen aannemen, zingen we er tegenin dat God zelf tot zijn doel zal komen met ons. Met deze wereld. Zijn rijk zal doorzetten. De heerschappij van David. Daar gaat het in dit lied over. De heerschappij van Jezus.
Gemeente, in antwoord op de verkondiging zingen wij uit gezang 363 en daar van het enige couplet, het is maar één couplet in dat lied. Gezang 363. Gemeente van Christus, broeders, zusters, zalig de reinen van hart. Nou ja, zullen we met z'n allen maar naar huis gaan? Want dat kan Jezus nu wel zeggen, maar er is toch geen doen aan. Dat je het voor de buitenkant nog een beetje, nou ja, op orde houdt. Maar zalig de reinen van hart, wie krijgt dat voor elkaar? Nou, vandaar dat ik Psalm 24 maar even gelezen heb. Niet dat het dat gelijk er gemakkelijker op maakt, maar misschien wel een weg aanwijst uiteindelijk. Wie klimt de berg des Heren op? Wie kan er thuiskomen bij God? Wie rein is van handen en zuiver van hart, ja. Nou ja, dat wordt er nog niet echt gemakkelijker op, vindt u wel? En dan, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en bedriegelijk zweert. En dan kijk je zelf in de ogen en dan, nou ja. Wie heeft zijn handen dan niet vol aan zichzelf? Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dus ja, dus toch eerst volmaakt, heilig, van top tot het teen en ook nog met hart en ziel. Die kan terecht. Je zou denken, ja. Maar God zij dank, wordt het dan toch nog net even anders gezegd. Wie zijn dat nou? Nou, het is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. En dan in één woord. Jacob. Nou, als er één niet deugde, was het Jacob. Hij kleefde van alles aan zijn handen. Had hij linzensoep staan klaarmaken, weet je wel. En toen aan Esau gegeven. Om zo het eerstgeboorterecht naar zich toe te halen. Waar ging het nou over? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is. En toen bij zijn vader samen met zijn moeder bedacht. Dat stuk gebraden vlees. Isaac die erin trapte. Ben je het echt, jongen? Ja, die niet bedriegelijk zweert. Hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Dat is Jacob. Nou, alles behalve Jacob. Of iedereen behalve Jacob. Nee, het is Jacob. En wie is geen Jacob hier? Maar hoe zit dat dan? Nou, dit. Het geslacht van die naar hem vragen. Zijn aangezicht zoeken. Die toch, ondanks alles, alles wat er aan mankeert, aan schort, toch de moed hebben. Nou ja, de moed. Het is omdat God zo goed is, omdat hij laat weten genadig en barmhartig te zijn. En ja, dan toch maar met die handen, met dat hart. Ja, maar dat kon toch niet? Nou, het kan. God zij dank, wel, rein van handen, zuiver van hart. Het gebeurt dan en daar, waar je toegeeft, niets meer en niemand minder dan Jacob te zijn. God, het deugt voor geen ene meter. Dat van mij.
En ik kan nog wel net als een kind even mijn handen proberen een beetje schoon te vegen. En ik kan dat hart wel wat afschermen en me heiliger voordoen dan ik ben. Maar u kijkt er dwars doorheen, hier ben ik. Door eerlijk te zijn. Niets achter te houden. Zoals een kind zijn handen uitsteekt. Zo vies als ze zijn. Laat je handen zien. Ja, en dan gaan ze onder de kraan. Zo kom je eraan aan schone handen. Door ze te laten zien en ze te laten wassen. Nou, je hart dat ziet geen mens, maar hij wel. Hij kijkt er dwars doorheen. Hier hebt u het, heren. Het is niet meer. Die zal zegen ontvangen. Gerechtigheid van de God van ons heil. Genade. We lazen er net van. Gerechtigheid. Nee, niet die wij opgebracht hebben, maar die ons wordt geschonken. Uit louter genade. Om Jezus wil. Omdat hij ervoor hing. Ons hart, zogezegd, gewassen in zijn bloed. En dan komt het tevoorschijn alsof er niks aan mankeert. Er alleen maar liefde en lof in huist voor hem. Dan krijg je zomaar, ja, dat is de vrolijke ruil waar we het eerder over hadden. Dan krijg je het hart van Jezus. Dat van mij voor jou en dat van jou voor mij. Vandaar, toch, wie klimt de berg des Heren op? Wie komt er thuis bij hem? Wie ziet het aangezicht van God? Die het zoekt als een Jacob. Zalig de reinen van hart. Zij zullen God zien. Er werd een ladder neergezet, weet je wel, in die droom. En de engelen die daalden neer en klommen op. Met andere woorden, zo noem ik het maar even. Als ze de vuilophaaldienst. Ja, ze kwamen het allemaal ophalen. Jacob lag te slapen, deed er zelf niks aan, hoor, aan zijn heil en aan zijn zaligheid. Kon hij ook helemaal niet, hij kon niks meer goedmaken, niks meer overdoen. Kon alleen maar een ladder neergezet worden en dat God het zelf kwam ophalen. En met dat werd opgehaald, daalde zegen neer. Genade en vrede. Later zei Jezus het zo, je kunt het lezen in Johannes 1. Voortaan zullen engelen afdalen en neerdalen op mij. In mij wordt het vervuld. Een kruis, een ladder, door God neergezet. Hij legt verbinding. En dan niet dat wij omhoog klimmen, maar dat hij afdaalt. En de hele handel ophaalt. En ja, waar blijft het? Hij verzoent. Daar zijn wij niet bij. Dat is zijn werk. Hoef je ook trouwens geen zorgen over te hebben. Waar blijft al dat vuil wat in die auto wordt gegooid? Ach, het zal u een zorg wezen, toch? Nou, het was Gods zorg. Hij nam het mee. En in Christus, engelen dalen neer. Hij is heen gegaan met zegenende handen. Daar leven we onder. Doorboorde handen. Je mag het van mij hebben. Genade en vrede. Hier, neem het ervan. Brood, wijn. Nu. Vandaag. Bereid. Hij komt ermee. Met dat hij het jouwe en het mijne ophaalt, laat hij dat achter. Gedenk en geloof dat het bloed, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot volkomen verzoening voor al je zonden. Zijn bloed vergoten. Wat moet je nog meer? Niks meer. Toen Jacob opstond die morgen, toen zei hij, dit is niet anders dan een huis van God, poort van de hemel. God, ik mag thuiskomen bij u, ik zwerver. Nou, dat was hij geworden door eigen schuld, een zwerver. Thuiskomen bij u. Zalig de reinen van hart. Zij zullen God zien. Zalig de vredestichters. Ja, als hij het zo vrede maakt en je daar in het avondmaal van geeft, nou ja, dan kun je toch moeilijk anders meer, of wel? Dan vrede stichten, bedoel ik. Zeker als je bedenkt dat die verzoening
waar jij van leven mag. Natuurlijk geen privébezit is voor jou alleen, maar net zo goed bereid is zoals Bonhoeffer zo prachtig ergens schrijft voor een ander. Dat helpt als je dat gaat bedenken. God heeft het al gered voor hem, voor haar, waar ik nog zo ontzaglijk veel moeite mee heb. God heeft het voor hem, voor haar al gered. Wat hem betreft is er ook voor die barmhartigheid en vrede. En wat zal ik dan als mens zeggen? Nou, maar dat nooit! Oh nee. Wordt wel problematisch, denk je niet? Wordt wel problematisch. Zalig de vredestichters. Nee, en dan niet alleen maar wachten tot de ander er om komt. Stel je voor, zeg, dat God zo had gedaan. Nou ja, als ze willen, dan komen ze er maar om en dan kijken we wel. Stel je voor. Maar dan hadden we hier niet gezeten, hoor. Wie was er dan om gekomen? Bent u er om gekomen bij God of kwam hij ermee bij u? Kwam hij erom? Zeg, kunnen wij? Toen nou, laat je met mij verzoenen. Wie kwam er nou om? Volgens mij begon hij in de doop, toch? Voordat je ergens idee van had. En jij was ook niet uit jezelf zomaar op die doop doorgegaan. Althans, ik niet. Ik houd me even dicht bij mezelf. Het was dat hij erom kwam en dat hij erop doorgang ging. Toch? De onderste weg heet dat. Of anders gezegd, dat je het initiatief neemt. Dat is niet, ja, misschien vernederend op het eerste gezicht, maar het is me wel wat, hè, als je zo ver komt. De minste wordt hier de meeste, hoor. Dat kan ik je verzekeren. Ik kan dat niet, zeg je. Nee, dat zou kunnen. Dat je dat niveau net niet haalt, dat die lat dan net te hoog wordt gelegd. Want dat hele vernederende, die onderste weg gaan, dat initiatief nemen, dat niet kunnen leven met geruzie en conflict, dat zoeken naar vrede. En dat je dan over je eigen grens heen gaat, ja, daar word je meer van, toch? Dat lijkt sprekend op God. Dat lijkt ontzettend op Jezus. Het kan zijn dat je het niet haalt, dat je achterblijft. Nou ja. Moet je er alles maar goed praten en goed vinden? Nee. Doet God dat? Nee, tuurlijk niet. God praat niks goed. God praat niets goed. God gaat er zelf aan kapot, aan die schuld. En dan komt hij ermee, met genade. Dus God praat niets goed. En hij wil het ook op tafel hebben. Hij stopt te vergeven, niet door de brievenbus. Denk dat maar niet. Hij zegt, wij moeten eens even praten. Kom, laat ons samen richten. Even om tafel. Nee, met een uitgestoken hand. Over die genade geen twijfel aan. Maar waren je zonden als scharlaken? Ja, ik dacht er van de week aan. Ik liep hier naartoe. Dat heb je wel eens. Ik had net die preek gemaakt en ik had hier wat. Ik weet niet meer precies. Catechese of zo. En toen dacht ik, het is zo ongelooflijk. Het is zo ongelooflijk. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Snap je helemaal niks van, hoor. En dat er bij voorbaat al tegen je wordt gezegd. Die uitspraak, die vrijspraak, heb je nooit in een rechtszaak, maar wel bij hem. En zegt hij, kom, daar zullen we nog even om tafel gaan zitten, want het moet wel even eerlijk worden opgelost en eerlijk worden uitgepraat. We doen er niet zomaar zand over, we ruimen het echt op. Maar dan wel eerlijk. Hier, kom, met uitgestoken hand. Zo zei een Paulus het ook. Houd vrede met alle mensen, voor zover het in uw vermogen ligt. Want het kan dat de ander zegt, joh, zoek het lekker uit, met je uitgestoken hand. En denk je dat ik met jou om tafel ga zitten? Ja, dat kan. En dat het niet komt tot eerlijkheid, dan houdt het ook op. Voor zover in uw vermogen ligt. Nou, het kan zijn dat u vandaag toch... Nou, kom eerst maar zitten nu. Kom eerst maar zitten. Doe je maar te goed aan zijn liefde en genade. Maar het kan zijn dat u misschien vandaag dan toch nog even een belletje moet doen. Of een appje moet versturen. Zou kunnen. En dan toch over je eigen grens heen. En die lat die hij legt. Het is diep buigen en hoog,
springen. Maar als je leeft van zijn liefde, wordt het zomaar een vlak veld. Als je me volgen kunt. Zalig degene die vrede stichten. Zo een, mooi hè, zal kind van God, zoon, dochter van de Allerhoogste worden genoemd. Dan ben je er echt een van hem. En dan nog, zalig die worden vervolgd, omwille van gerechtigheid. En zalig hen, en zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt. Apart is dat. Door te liegen en allerlei kwaad tegen u te spreken, omwille van mij. Ja, dat krijg je ervan. Waarvan? Nou, als je leeft volgens die eerste 7 regels. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een staartje wat er ook nog bij moet. Nee, je zult maar zoeken naar gerechtigheid en gaan voor zachtmoedigheid. En je geven in barmhartigheid. En al ben je een Jacob, toch blijven gaan voor rein van hart en zuiver van handen op je werk en weet ik niet waar. En gaan voor de vrede. In het klein, in het groot. Je zult maar gaan in het voetspoor van Jezus. Nou, dan krijg je er vroeg of laat mee te maken dat mensen er niet van gediend zijn. Hoe mooi ook, hoe goed ook, hoe waar ook. Ze zeggen het desnoods ook tegen je. Je zult wel gelijk hebben, maar ik ga er niet in mee. Ik kan er niet in mee, ik wil er niet in mee. Loop je er zomaar tegenop. Zoals Jezus er tegenop liep. Hij zocht het goede, maar hij kwam ermee aan het kruis. Niets dan goed gedaan. Zelfs Pilatus moest het toegeven. Maar het eindigde toch. Weg met hem. Kruisig hem. Ze verdroegen hem niet. Hij was misschien wel te eerlijk. Te goed. Toch? Dat mensen je niet verdragen. Dat kan. Terwijl je gerechtigheid zoekt. Kijk, als je het er zelf naar hebt gemaakt. En ze willen niks meer met je te maken hebben. Dat is een ander verhaal. Daar had Petrus het ook al over. Maar omdat je gerechtigheid zoekt. Goed doet. Links en rechts. Genade van God. Voor de een en voor de ander. Het kan zomaar zijn dat je erop wordt afgerekend. Dat ze zeggen, als jij zo genadig wilt zijn, dan ben ik klaar met jou. Ja, dat kan. Dat kan allemaal. Alles kan. Nota bene, omdat je recht doet, het goede zoekt. Om die reden. Dat er wordt afgerekend met jou. Nou ja. En sterker nog, alleen maar omdat je zijn naam beleidt. Broeders en zusters elders in de wereld, die weten er alles van. We zongen net met die 89e psalm van een machtig volk wat je onder de voet loopt. En dan zit je zomaar te zingen, bijvoorbeeld van IS, hè? Hier in de kerk in de Noorder. Maar misschien is het ook wel veel dichterbij nog. Veel dichterbij. Soms is het je eigen familie. Die zegt dat geloof van jou. Geef er geen cent voor. En dat kan komen van links en van rechts. Van alle kanten. Echt hoor. Kan van alle kanten komen. Zalig. Zalig. Nou ja, als dat nou zalig moet heten. Dit weinig zalig zijn, vind je wel? Dat haal je niet allemaal op je hals. Als je dan gaat voor gerechtigheid en zijn naambeleid, zou je niet beter gewoon even de andere kant op kunnen kijken? Zou dat niet meer opleveren? Of even gewoon je snor drukken? Zou dat niet beter wezen? Zalig, zegt Jezus. Ja, die zegt dat kan ik niet, ik ben te veel van hem om niet te gaan voor zijn gerechtigheid. Voor zijn erbarmen, voor zijn liefde, voor zijn trouw. Voor wat hij zoekt, voor wat hij wil. Voor dat recht. In het groot, in het klein. Ik kan niet anders meer. Te veel van hem.
Te veel ook van hem om de boel maar blauw-blauw te laten, mijn snor te drukken, net te doen alsof ik ook niet zoveel met hem heb. Het even tussen haakjes te zetten. Het kan niet meer. Hij is me te lief, te goed. Het kan niet meer. Zalig, zegt Jezus, zalig. Ja, toch? Wat is er nou zielig en wat is er nou zalig, zegt u het maar. Zielig is hier ervan zingen. Maar zodra je de deur uitgaat, dat er bitter weinig van overschiet. Dat is zielig. Zalig wie ervan zingt en die het leeft. Jezus die prijst je de hemel in. De wereld mag roepen, weg ermee. Bonhoeffer die schreef, waar dan heen? Nou, dat zei Jezus. Waar dan heen? Het koninkrijk in. Daar gaat het naartoe. Verblijd je, verheug je. Want je loon is groot. Je mag eraan verliezen. Maar uiteindelijk, je zult er eeuwig aan winnen. Je houdt God zelf over. En daarmee alles. Alles wat Hij voor je heeft. Wat je hier verliest, krijg je 10-dubbel terug. Zij zullen de aarde beërven. Hun is het koninkrijk der hemelen. Hier, zegt hij, begin om te beginnen maar even op adem te komen. En eet van mijn brood, drink van mijn wijn. Voorproef van het feestmaal dat wacht. Amen.